Yes, in deze video zal ik het hebben over weggebruikers, bestuurders en motorvoertuigen. En wat zijn precies de verschillen? Nu denk je misschien, nou, heel simpel. Maar zo simpel is het niet altijd. En ik zal het laten zien aan de hand van het examenvoorbeelden. Vragen die elk theorie-examen kan verwachten. Ik wil beginnen met de term weggebruikers. Nou, wat zijn weggebruikers? Heel simpel. Iedereen die gebruik maakt van de openbare weg. Iedereen. En dat zijn voetgangers, automobilisten, fietsers, trams, ambulances, politieauto's, vrachtwagens. Kortom, iedereen die gebruik maakt van de openbare weg wordt beschouwd als een weggebruiker. En wat is precies het verschil tussen een voetganger en een bestuurder? Nou, nu denk je waarschijnlijk heel simpel. Voetganger is gewoon iemand die op straat loopt. Jij en ik die over straat lopen. En dat klopt. Maar krijg je tijdens het examen deze vraag te zien? Wordt iemand op skilers beschouwd als een bestuurder? Wat zeg jij dan? Nee, iemand op skilers wordt ook beschouwd als een voetganger. Iemand op een step, iemand op een skateboard wordt ook beschouwd als een voetganger. Zelfs iemand in een gehandicapt voertuig dat gebruik maakt van de stoep en niet harder gaat dan 6 km per uur, wordt beschouwd als een voetganger. Let daarop. Nu wil ik stilstaan bij de betekenis van een bestuurder. Nou, iemand op een paard, noemen ze een ruiter, dat is een bestuurder. Vrij logisch. Maar let op, heb jij het paard aan de hand, word jij ook beschouwd als een bestuurder. Want jij bestuurt waar het paard heen gaat. Nou, we hebben het al behandeld, hè. Iemand op een step, skateboard of skilers wordt beschouwd als een voetganger. Maar bestuur je een Segway, word je wel beschouwd als een bestuurder. Wat is een Segway precies? Dit is een Segway. Je kent ze wel. Vaak de bewakers binnen zo'n groot winkelcentra besturen zoiets. Je ziet ze ook vaak op de luchthavens. En tot slot wil ik het hebben over motorvoertuigen. Wat verstaan we precies onder motorvoertuigen? Nou, let op. Onder motorvoertuigen worden alle voertuigen verstaan die worden aangedreven door een motor of met een motorblok. Behalve een snorfiets, bromfiets, elektrische fiets, gehandicapt voertuig en een brommobiel. Brommobiel, kom ik nog wel even op terug. Een brommobiel is namelijk een geval apart. Een brommobiel is officieel geen motorvoertuig, maar moet wel de regels van een motorvoertuig opvolgen. En wat ik daarmee bedoel is het volgende. Je kan deze vraag tijdens het examen tegenkomen. Je wilt hier inhalen, mag dat? Nou, dit bord geeft mij aan verbod voor alle motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen. Maar een brommobiel mag je hier ook niet inhalen. Nogmaals, een brommobiel is officieel geen motorvoertuig, maar moet wel de regels van de motorvoertuigen opvolgen. Dus, mag je hier inhalen? Nee. Gemene vraag. Wil je graag alle CBO-onderdelen en de examenvragen te zien krijgen? Klik op de link in de omschrijving en dan zie ik je graag bij hoofdstuk 1.